Wat vond je van deze match? Oh, een beetje moeizaam toch, vond ik. Gebrek aan vinnigheid, een beetje gebrek aan frisheid. Aan de andere kant, we hebben het goed gedaan. Want wij spelen hier 3 wedstrijden op 6 dagen. We hebben het schitterend gedaan in Liberec. Maar hier moesten wij het zo snel en zo vlot mogelijk proberen binnen te halen. Zo weinig mogelijk energie verspillen. En op dat gebied hebben we het wel gedaan. En nu kunnen wij ons voluit concentreren voor de wedstrijd tegen Macerata. Ik moet zeggen dat mijn spelverdeler heeft het schitterend gedaan vandaag. Dat wel. Hij was een goede opslag. Ook heeft hij het spel goed verdelen. Maar voor de anderen vond ik ook alle de anderen niet overdreven veel fut. En je ziet het ook in de beleving dat het ook niet zo wauw was. Dus oké, maar ik aanvaard dit als we winnen. Ik heb er een hekel aan als we verliezen en dat wordt de oorlog. Ja. En misschien nog een kleine vooruitblik naar de komende Champions League match. Hoe kijk je daarnaar uit? Oh, het is een wedstrijd met heel veel vraagteken. Dus in die zin dat ze zijn al gekwalificeerd. Ze zijn sowieso eerste van onze pool. Dus eigenlijk ze hebben de wedstrijd nu niet nodig. Dus de vraag is, en dat gebeurt soms bij de Italiaans, dat zij in dergelijke omstandigheden maar een B-team sturen. Dus dat is een eerste vraagteken. Tweede, als zij hun B-team sturen, hun B-team is ongelooflijk sterk. Dus op dat gebied, het maakt het zeker niet gemakkelijker, want we zijn tactisch het spel aan het analyseren. Maar dan misschien zullen zij spelen met verschillende spelers die wij volledig, dat wij tot nu toe nog nooit aan het werk gezien hebben. Dus voordeel dat misschien een tikkeltje minder goed worden, spijtig genoeg gecompenseerd met het feit dat wij bijzonder weinig informatie hebben over dergelijke spelers. Maar bon, als zij nu komen met een slechtere team of een minder goed team, wij gaan proberen te winnen. En dan als wij zouden winnen, dan is het een mooie uitdaging voor de hele ploeg om te zeggen, als zij tegen ons willen winnen, moeten zij wel met hun beste team spelen. Want met hun B-team lukt het niet. Dus dat zal de uitdaging worden.